Kan ik een airco op een dakkapel plaatsen? Een airco is in de zomerse hitte haar gewicht in goud waard. De vast geïnstalleerde airconditioners met een buitenunit zijn zogenaamde split airconditioners. De binnenunit van een dergelijke airconditioner koelt de binnenlucht met behulp van een koelmiddel, waarbij de lucht tegelijkertijd wordt gefilterd en ontvochtigd. Deze binnenunit plaatst u uiteraard dicht bij de te koele locatie. Waar de buitenunit van een airco te plaatsen? Maar waar de buitenunit precies geplaatst kan worden, is afhankelijk van de situatie. Het is belangrijk dat de unit volledig vrij staat. En voor de optimale werking is het aan te raden om de buitenunit in de schaduw te plaatsen. Want wanneer de buitenunit in de volle zon staat, zal het langer duren voordat er koude lucht de woning ingaat. Houd rekening met de buren. Ook is het goed om rekening met de buren te houden, want deze buitenunit zal namelijk geluid produceren. Sterker nog, dankzij de nieuwe geluideisen is het vrijwel onmogelijk om een airco bij appartementen en rijtjeshuizen met een smalle tuin te laten plaatsen. Want voor de buitenunit van een airconditioner geldt vanaf 1 april 2021 namelijk dat deze overdag niet meer dan 45 decibel aan geluid mag maken in de buurt van een woning van de buren. Voor s nachts is de norm hiervan zelfs 40 decibel. Hoe het gemonteerd moet worden. Een buitenunit moet op een stabiele plaats gemonteerd worden waar het niet trilt en waar het aan weerszijden voldoende vrije ruimte voor haar luchtstroom heeft. Het moet tevens op een plaats gemonteerd worden waar het gemakkelijk toegankelijk voor haar onderhoud is. De meeste buitenunits van split airconditioners worden over het algemeen tegen de buitenmuur van de ruimte geïnstalleerd die geklimatiseerd wordt. Het plaatsen van een airco op een dakkapel. Zo'n muurmontage van de buitenunit is echter niet overal mogelijk. Het dak van een woning of het platte dak van een dakkapel biedt dan een goede oplossing voor het bevestigen van een airco. Het is dan wel belangrijk om in gedachte te houden dat een airconditioner absoluut niet scheef mag staan. Zorg er dus voor dat het apparaat waterpas staat. Het apparaat mag in geen enkel geval direct op een hellend dak geïnstalleerd worden. In sommige gevallen zullen woningeigenaren ervoor kiezen om de buitenunit op hun dakkapel te installeren om deze zoveel mogelijk uit het zicht te houden. Kan ik een airco op een dakkapel plaatsen kan dan beantwoord worden door te melden dat dit een perfecte locatie voor airconditioners kan zijn. Er hoeft per slot van rekening weinig geboord te worden en er zijn bovendien korte leidingen nodig. Mits de dakkapel daar sterk genoeg voor is, haar design het toelaat en het intern niet voor trillingen zorgt. De buitenunit aan de koele kant van de woning plaatsen Zoals hierboven al een beetje vermeld werd, is het aan te raden om de buitenunit van de airco aan de koelere kant van uw huis te plaatsen. Zo zal dit apparaat minder belast worden om de lucht af te koelen. Want als de lucht eromheen te warm is, dan moet het apparaat harder werken om deze lucht af te koelen. En des te harder uw airco werkt, des te meer energie het verbruikt. Zo krijgt u dan hogere energierekeningen en uiteindelijk zal het ook tot een kortere levensduur leiden. Dat zou natuurlijk zonde zijn, want dan wordt die airco, die haar gewicht in goud waard is, een wel heel kostbare aangelegenheid.